Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van TechMag. Mijn naam is Magali Dereu en in deze show keer ik de start-up wereld binnenstebuiten. Vandaag heb ik een vrouwelijke gast bij mij, Marie van den Broek van My Add-on. Welkom Marie. Dankjewel. Vertel eens, wat doet My Add-on? Wel, met My Add-on gaan we eigenlijk bestaande krukken en rolstoelen gaan pimpen. Niet alleen om ze mooier te maken, maar ook om ze beter en handiger te maken in gebruik. En dat doen we eigenlijk altijd aan de hand van universele add-ons. Dus opzetstukjes dat iedereen op zijn eigen kruk of eigen rolstoel kan klikken of rollen. Ik heb mijn eerste product mee. Ik ga het even tonen. Ja. Dus ons eerste product is eigenlijk de My Sleeve voor krukken. Dus dat is gewoon dat sleeve dat erop hangt. En dat gaat eigenlijk de grootste problemen voor krukken gaan oplossen. Of krukgebruikers liever. Dat is vooral de zere handen. Want heel veel mensen lopen echt met blaren. Dat is echt verschrikkelijk. Dus daarvoor hebben we een gel patch gaan inwerken. Dat ervoor zorgt dat die drukpunten schoon verdeeld worden. En dus ook geen last meer hebt van zere handen. En het leuke hieraan is, heel veel mensen hebben nog last van vallende krukken. Je hebt waarschijnlijk al heel veel mensen gezien die krukken laten vallen. Ja. Dat is ongeveer 20 keer per dag gemiddeld. Ja, dat is heel veel. Dus dat is 20 keer vloeken. Dus wat hebben we gedaan? We hebben er eigenlijk ook een simpel magneetje in gestoken. Wat er eigenlijk voor zorgt dat je krukken gewoon ergens tegen kunnen staan en dat ze eigenlijk niet meer vallen. Wauw. Ja. Dus als ze eigenlijk, stel dat er toch nog eentje zou vallen, kunnen ze eigenlijk gewoon gaan oprapen ook met de andere kruk, aangezien dat magnetisch is. Wauw. Het moet niet altijd moeilijk zijn. Hè. Nee, inderdaad. Makkelijk kan ook. Ja. Wat opvallend is, is dat jij een tijd terug, want je bent al even bezig, een tijd terug ben jij gekozen door Accelerator The Birdhouse, gewoon op basis van jouw idee. Je had zelfs nog geen minimum viable product. Waarom denk je dat dat het geval was? Goh, dat was natuurlijk de eerste generatie zeg maar, van The Birdhouse. Dus ik had nog niet een referentie wat voor soort startups dat ze kozen. Dus ik ben er gewoon toegekomen en mijn pitch gedaan. En ik denk dat er gewoon iemand, nu nog altijd mijn mentor, dat toen ook in de jury zat, die echt wel geloofde in zowel mij als mijn product. En uiteraard, ja, het is een fysiek product. Heel veel start-ups hebben tegenwoordig een applicatie of een platform en dergelijke. En ik denk mede daardoor dat wij er eigenlijk nog extra uitsprongen. Oké, okay, dat is heel mooi. Het idee van My Add-on rijpte al in jouw studententijd. Vertel eens waarom dat je zo bewust voor die trage groei koos. Ja, dat klopt inderdaad. Ik wou eigenlijk heel bewust elk stadium van de start-up gaan doormaken. En ik wou daarvoor nog niet te veel mensen gaan betrekken. Want als je juist uit school komt, weet je eigenlijk helemaal nog niet wat je wilt of wat je graag doet. En ik wou daarvoor ook echt alles schoon gaan meemaken en bijleren. Om zo eigenlijk te gaan zien, wat doe ik eigenlijk graag? Ik ben wel van opleiding ontwerper. Maar is het ook dat ik het liefst doe? Of doe ik toch liever de sales of het onderzoek? En nu is gebleken, nadat ik alles heb gedaan, dat ik eigenlijk toch dat ontwerpen nog het liefst van al doe. Maar ik weet nu wel echt perfect wat alle andere dingen inhouden. En ik denk dat dat een heel grote meerwaarde is als je dat maar een keer zelf hebt mogen doen. Ja, als ik jou hoor spreken, je hebt eigenlijk ook heel veel wilskracht. In een eerder interview dat ik met jou deed, vertelde je me dat je vooral wilskracht en focus nodig hebt om te groeien. Is dat niet een beetje kort door de bocht als je kijkt naar ons Belgisch ondernemersklimaat? Je hebt toch veel meer nodig? Nee? Je hebt inderdaad heel veel nodig. Maar ik denk dat met die twee dingen, dat je er wel heel rap kunt geraken. Want uiteindelijk, je moet altijd een bepaald doel voor ogen stellen. Mm-hmm. En dat doe je met heel veel focus. Gewoon focus puur op dat doel. En het enige wat je dan nog nodig hebt, is eigenlijk wilskracht. Om eigenlijk alles ervoor in de strijd te gooien om daar te geraken. En ik denk dat die wilskracht zodanig veel omvat, dat het toch niet zo kort door de bocht is. En het werkt ook aanstekelijk voor andere partijen als je wil gaan samenwerken. Ik kan me voorstellen dat denk ik ook, ja. Oké, okay, ja. Dat is mooi. Ik heb je al leren kennen toen dat je start-up nog vooral in early stage zat. Uiteraard heb je waarschijnlijk ook een aantal tegenslagen gehad of de pitfalls gekend van early stage start-up. Kan je misschien zo eens voor de kijkers van de show de voornaamste uitdagingen opsommen en wat toelichting geven? Goh, in mijn geval, ik kwam net van school. Hè, en dan denk je, uit school, oké, allemaal goed en wel. En dan kom je plots in een totaal nieuwe wereld, de werkwereld, maar dan ook nog een keer de zelfstandige wereld. Dus je hebt heel weinig begeleiding en je spartelt daar maar in de grote zee. En je mankeert toch wel een beetje de begeleiding niet, maar zo wat de controlefactor dat daar is. En dat was heel moeilijk om even inderdaad je doel te zetten en te weten hoe dat je er moest naartoe gaan. Je wist wel wat je ongeveer allemaal moest doen, maar om al die informatie te gaan verzamelen, je weet gewoon niet bij wie dat je eigenlijk allemaal terecht kunt. En daarvoor zijn acceleratoren natuurlijk heel handig, omdat je gewoon kunt daar gaan vragen van oké, bij wie kan ik daarvoor eigenlijk terecht?
Maar dat was wel een van de grootste problemen dat ik toen mee kampte. Zijn er nog andere waar we aan denken, zoals het vinden van die product market fit, die eerste sales? Wel, daar heb ik heel lang over gedaan om mijn onderzoek goed rond te krijgen. Hè. Ze spreken altijd bij ondernemen van ja, de sprongwagen. Maar eigenlijk kun je die sprong zo groot of zo klein nemen als dat je wilt. Hoe meer dingen dat je gaat onderzoeken, hoe meer risico's dat je eigenlijk kunt ja, verkleinen. En ik heb daar gewoon heel lang op zitten zoeken en elk risico zo gaan, ja, gaan beperken. Oké, okay. En is dat omdat je risicoavers bent of gewoon omdat je eigenlijk gewoon vond dat het zo hoorde? Goh, weet je, ik heb zoiets van, risico nemen is oké, maar als je met een klein beetje onderzoek zo groot risico kunt gaan beperken tot zo één, denk ik wel dat het de moeite waard is. Ik bedoel, als je een product op de markt wilt brengen, ja, het minste dat je moet doen is gaan onderzoeken of dat er mensen zijn die product willen kopen, die je product überhaupt nodig hebben. En in mijn geval bleek dat echt wel een heel grote nood was. Dus dat was heel goed. Maar in dat er ook heel veel start-ups een product hebben en nog niet goed weten, is er eigenlijk een markt voor. En dat heel wat moeilijker is. Ja. Desondanks is snelheid en dus tijdreductie, het is een belangrijke factor in een early stage start-up. Ik weet van jou dat je een lange productietijd hebt. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, dat is een hele moeilijke. Dat is echt waar, nog altijd. Het is nu eenmaal zo, hè. Je hebt eerst je prototypes dat je zelf maakt en dan gaan testen bij de gebruiker van oké, is dat een product dat ze eigenlijk willen? En dan eigenlijk gaan kijken, ja, werkt dat product en dergelijke? En dan, één keer dat je een prototype hebt, kun je daarmee naar producenten gaan. Maar natuurlijk, als beginnende start-up, ja, je hebt totaal geen netwerk van producenten. Je moet het allemaal gaan googlen of zo, maar je vindt nergens echt een producent dat je echt weet dat is een goeie, die kun je betrouwen. Dus dat is heel moeilijk om de juiste match te gaan vinden. En dat duurt inderdaad allemaal heel lang. Zeker in het begin, omdat je nog geen connecties hebt. Maar het leuke bij ons is, wij betrekken eigenlijk al onze gebruikers in ons proces. Dus op het moment dat wij eigenlijk prototypes hebben, zowel zelfgemaakte als ook de professionele al, gaan wij eigenlijk die gebruikers gaan betrekken, zodat ze toch ja, al de producten kunnen gaan testen. En we communiceren dat dan ook naar onze gebruikers. Dus ik denk dat we daarmee de productietijd toch wel een beetje kunnen ja, minder doen lijken. En het is goede marketing. Ook, ja. En het is goed voor de testen, voor eigenlijk feedback te krijgen. Ja. Hoe belangrijk is dat vanaf het begin, die marketing, om dat te doen? Goh, marketing, ik denk niet dat je daarvan in het begin, als je product nog niet klaar is, al te veel tamtam moet rondmaken. Maar het is wel heel belangrijk om te testen bij je gebruikers zelf. Ja. Om te zien, van is het wel een goed product? En zij gebruiken dat in contexten dat ik zelfs niet van kan opnoemen, kan bedenken. En de feedback die je daar dan uit krijgt, dat is gigantisch. En ja, daar komt een beetje marketing bij, maar dat is zeker niet onze focus op dat moment. Oké, okay, en een andere uitdaging waar ik aan denk, van typisch aan een, typerend aan een early stage startup, is het vinden van die eerste betalende klanten. Hoe heb jij dat ervaren met MyAdon? Tja, aangezien dat wij eigenlijk een fysiek product hadden, was het nogal moeilijk om voordat we eigenlijk ons product hadden, om die al te gaan verkopen. We hadden wel pre-orders gedaan, maar omdat ik totaal niet kon inschatten hoe lang dat de productie juist kon duren, helemaal in het begin, wou ik ook nog niet dat mensen daarvoor betaalden, omdat ik niemand wou teleurstellen. Dus ik heb dat op een heel andere manier aangepakt. Ik heb me eigenlijk gaan verdiepen in het grafisch designen. Ja, na mijn uur, ik deed dat graag, als ontspanning, zeg maar. En ik maakte heel wat posters en logo's en toestanden. En ja, daaruit heb ik eigenlijk al het geld dat ik heb verdiend, rechtstreeks in research en design en development, sorry, gestoken van ons product. Dus a job on the side? Eigenlijk wel. En vaak krijg je dan de vraag van ja, had je dan niet beter al die tijd gestoken in je product? Ja, maar eigenlijk was dat geen tijdverlies, want ik maakte dat als ontspanning. Ik woon een keer tussendoor en dat was voor mij een keer iets totaal anders om te doen. En het was eigenlijk een win-win. Hè. Het was en ontspanning en nog een beetje bijverdienen. In welke mate denk je dat ondernemers van een startende start-up dat meer moeten doen, af en toe volledig loskoppelen van hun start-up? Want je hoort vaak dat door die dingen te doen, dat je meer inspiratie wint voor jouw product. In welke mate geloof jij dat dat belangrijk is? Goh, ik denk zeker dat je van toe een keer moet even afstand nemen. En wat dat wij daarvoor heel vaak deden, was gewoon ons onder de gebruikers bevinden. Wij hebben enorm veel contact met al onze gebruikers en toekomstige klanten. Ja. En je leert daar zoveel van en je leeft je in heel die wereld. En dan kijk je op een heel andere manier naar je eigen start-up. En kun je die ook zo op die manier een beetje bijsturen dat je start-up eigenlijk volledig de markt gaat volgen. Ja. Ja. Ja, je zei het ook daarnet zelf, van, we hebben een fysiek product.
Heb je daar ooit negatieve commentaar of vooroordelen van ervaren? Van het feit, jullie zijn een disruptieve speler, maar jullie behoren niet tot het mooie kransje van start-ups die een technologisch platform hebben. Nee, ik heb eigenlijk helemaal geen negatieve commentaren gehoord. Nee, ik denk zelfs geen. Integendeel, we hebben enorm veel positieve reacties gehad. Net omdat wij een product hebben dat mensen snappen. Hè. Als je een platform hebt of veel complexe zaken, ja, pitch dat maar een keer, dat is niet zo evident. Terwijl, ja, ik moet mijn krukken hier maar een keer tonen en zeggen van kijk, dat is mijn product en dat is wat dat we doen. En mensen snappen dat. Iedereen is ook mee, hè. Iedereen heeft al een keer met krukken gelopen of iedereen kent wel iemand die met krukken heeft gelopen. En iedereen weet dat die dingen op de grond vallen en dat ze pijn doen. Dus het is een heel verstaanbaar verhaal, waardoor dat er eigenlijk heel veel positieve commentaren op komen. Dus dat is wel echt tof. Oké, mooi. En wat ik me dan ook afvraag is, je bent alleen gestart. En je was dan wel actief in een accelerator, maar directe feedback van, of een klankbord van een co-founder had je niet. Maar vandaag overweeg je wel om samen te werken met een andere ondernemer. Kan je daar wat meer uitleg over geven? Ja, ik ben inderdaad helemaal alleen begonnen, in de Birdhouse nog. En ja, veel mensen weten dat eigenlijk niet, maar ik heb toen een kleine oproep gedaan naar een co-founder om die te gaan vinden. En ik heb er heel wat reacties op gekregen en ik heb er ook een paar sollicitatiegesprekken mee gedaan. Wat wel grappig was, want ik had zelf nog nooit één gedaan, maar goed. En wat ik ondervond was dat het heel moeilijk was om iemand te vinden die exact dezelfde visie had en die toch bereid was om er even hard voor te gaan, maar die ook nog een keer ja, complementair was met mij. En ik had zoiets van, goh, het is altijd wel iets dat niet juist zit. En toen heb ik besloten van, weet je wat, ik ga toch gewoon even nog alleen door en we gaan zien. Ik ga op termijn wel zien ook wat ik zelf graag doe, want dat wist ik op dat moment ook nog niet. En ik heb dat dan gedaan, alleen. En er waren goede tijden en slechtere tijden bij. Dus inderdaad, je hebt minder van een klankbord. Maar de mentoren van de Birdhouse, ja, die hebben mij enorm geholpen. Die waren wel echt een heel grote steun voor mij, een groot klankbord. Maar het voordeel is natuurlijk, je weet ook alles van alles. En je moet ook niet echt dingen gaan overleggen met andere mensen. Je kunt die beslissingen gewoon maken zonder dat je daar iedereen van moet gaan informeren. Dus het heeft een beetje voor- en nadelen. Maar ik had zoiets van, ja, op dat moment zocht ik geen co-founder meer. Ik dacht, ja, als ik hem ooit tegenkom, die ene speciale vrouw of man die dezelfde visie heeft en echt bereid is om er keihard voor te gaan en dan een keer complementair is met mij, ja, dan gaan we daar zeker open voor staan. En wat blijkt, het is eigenlijk een grappig verhaal. Een paar weken geleden kreeg ik telefoon. Ik zat op mijn bureau. En het was van Hans Versmissen van Enthusia. Dus de persoon waarmee ik waarschijnlijk ga samenwerken. Die maken eigenlijk stijlvol ondergoed voor mensen met licht urineverlies. Voor zowel dames als heren. En die verdelen in dezelfde winkels ook als wij. Dus dat is ideaal. Ik ken hem al even. We hebben ook dezelfde mentor van de Birdhouse. En die belde mij. En hij zei, ja, Marie, zit je neer? Ik zei, ja. Wat gaat er nu komen? En hij zei, ja, zeg, ik kom hier van bij onze mentor, Harry. En ja, ik zocht eigenlijk een co-founder, dat weet je. En ik was aan het opnoemen hè, wat ik eigenlijk allemaal zocht in mijn co-founder. En dan zei hij, ja, zei jij nu eigenlijk niet gewoon Maria aan het beschrijven? Ik zat daar, ja. Hè. En dan, ja, dan dacht ik, oké, nu zal de vraag wel komen. Ja, Marie, misschien kunnen we een keer bekijken om een keer samen te zitten en te kijken wat een samenwerking tussen ons misschien dat zou lukken. Dus ik zat neer, ik was content. Het overviel mij compleet. Maar we hebben dan daarna een paar weken samenwerking gedaan. Ik moet zeggen, dat was ongelooflijk. Dezelfde visie, echt exact, niet normaal. Ja, keiharde werker ook, dus dat zat al volledig goed. Dus de complementariteit moesten we nog kijken, maar ja, hoe is dat? En wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk een groot blad omhoog hangen met zijn naam Hans, mijn naam Marie. En we hebben op post-its eigenlijk alle grote taken geschreven dat we dan onder onze namen moesten hangen. En het komt erop neer dat wij alle taken dat er zijn, hoofdtaken, hebben verdeeld. Hij had een lijstje dat hij super content mee is. Ik heb een lijstje dat ik super content mee is. En alle taken zijn verdeeld. Dus in dat opzicht zit dat ook nog een keer heel goed. Dus laat ons zeggen dat de kans heel groot is dat we dus binnenkort inderdaad gaan samenwerken. Maar het proces is nog ongoing? Het is inderdaad ongoing, ja, momenteel wel. Ja. Wauw, het zijn dan spannende tijden voor u, toch? Zeker en vast, ja. Ja. Maar ik denk dat wij samen veel sterker kunnen zijn. 1 ja. plus 1 is zogezegd 3. Maar ik denk in ons geval dat het misschien zelfs 4 kan zijn. Ik denk dat wij veel sneller kunnen gaan groeien. De schrik om je baby te delen, die is er niet.
In het begin wel, zeker en vast wel. Maar als je beseft dat dat eigenlijk zelfs veel beter zou zijn om samen te gaan werken voor die baby, dan ja, waarom zou je dan nog twijfelen? De baby heeft niet langer gewoon één moeder, maar misschien ook een papa. Ja, inderdaad. En ik krijg er waarschijnlijk dan nog een andere baby bij. Ja. Wauw, dus eigenlijk je product gaat dan ook uitbreiden? Ja, ja. We zijn nu ook bezig met andere producten en zo voor het assortiment. Dus dat komt. Want wat, er ook wat doet Anthusia juist? Wel, die maken stijlvolle slips voor mensen met licht urineverlies. Ja. Oké, okay, interessant. Om even terug te gaan naar, naar een andere uitdaging van de early stage startups, waar misschien ook jouw soon-to-be co-founder ervaring mee heeft, is het ophalen van kapitaal. Wat is jouw mening hierover en ervaring ook? Ik heb er eigenlijk nog niet zoveel ervaring mee, met dat wij dat niet echt nodig hadden tot hiertoe. Maar wat dat mij wel opviel, is dat ik heel wat aanvragen heb gekregen van mensen die wouden investeren. Natuurlijk moet je dan gaan kijken, ja, is het smart money of niet? Wilt je met die mensen wel in zee gaan? Hebben zij wel dezelfde visie, ja of nee? Dat is een vraag die je zelf moet stellen. Maar puur, is het moeilijk om kapitaal op te halen? Ik denk, als je een goed product hebt en hebt mensen in je geloven, denk ik dat het niet zo moeilijk is om dat kapitaal op te halen. Je zegt smart money. Mm-hmm. Kan je eens voor de kijkers uitleggen wat dat juist inhoudt? Goh, smart money. Als je iemand hebt die wil investeren, gaat die automatisch ook een deel van de aandelen hebben of een andere soort samenwerking. En die gaat dan ook wel iets te zeggen hebben. En dan moet je zien dat als jij een bepaalde visie hebt en die persoon heeft een totaal andere visie, ja, ga je toch ergens tot een compromis moeten komen of ga je zelfs de andere zijn visie moeten volgen, afhankelijk van hoeveel kapitaal dat er werd geïnvesteerd. En je wilt ook niet dat je baby wordt eigenlijk kapot gemaakt door een andere visie, dat eigenlijk iets totaal anders wordt dan je eigenlijk zelf wou. Op een bepaald moment ga je ook niet meer goed voelen in je eigen bedrijf op die manier. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om die visie van je investeerders te gaan aftoetsen. Oké. Okay. Je hebt geen klankbord gehad tot vandaag wat betreft een co-founder, maar je hebt met veel andere mensen wel samengewerkt. Dat brengt mij bij een andere uitdaging, het hiren van personeel. Deel je ervaring, zou ik zeggen? Ja, ik heb altijd gezegd dat wij pas iemand zouden aannemen op het moment dat wij zouden kunnen verkopen. Het is heel belangrijk dat je personeel correct kunt betalen, dus daar wou ik zeker van zijn. Nu, hebben wij sinds kort inderdaad zijn we beginnen verkopen, dus hebben wij ook omzet. Maar er zijn nog zoveel andere dingen, buiten gewoon het betalen van die mensen, dat je rekening mee moet houden. En je kunt verschillende soorten mensen aannemen. Hè. Je kunt freelancers aannemen en je kunt vaste mensen aannemen, zeg maar. En dat vast aannemen, dat zou ik nog niet direct zitten. Dat is toch weer een hele nieuwe ervaring. En dat is nieuw voor mij. Dus de kans dat we fouten maken is heel groot. Maar als je iemand vast aanneemt, zijn de kosten gigantisch groot in België. Dus allee, dat is toch een iets groter risico. Terwijl een freelancer, je kunt inzetten wanneer dat je wilt. Je hebt misschien tijdens de vakanties wat minder verkoop en dan in september bijvoorbeeld wel gigantisch verkoop. En dan kunnen die naar gelang de situatie gaan inschakelen. Terwijl vaste mensen, ja, je moet daar ook wel werk voor hebben. Ja. En als je die dan zoveel moet betalen, ja, moet je dat balans maar een keer opmaken. Dus ik zou zeggen, in het begin probeer eerst met freelancers. En naarmate je ziet dat dat iets stabieler wordt, denk ik wel dat het overwegen waard is om vaste mensen in dienst te nemen. En stel dat je dan van freelancers moet afstappen naar vaste medewerkers, is dat niet tijdverlies omdat je die freelancers zijn dan al ingewerkt in jouw product en dat je dan een vaste medewerker moet opleiden? Stel dat je die dan ook moet laten gaan, ontslagvergoeding en whatnot. Het is niet bepaald supergunstig hier in dit land, je zei het al. Hoop jij dat daar verandering in komt snel of stoort het niet voor jou niet dat dat regime toch een beetje? Ja, al stoort het niet. Tuurlijk wel. Ja. Je hebt hulp nodig, je hebt extra handen nodig. Maar soms gaat het gewoon niet om mensen aan te nemen. Er zijn zowel wat regelingen, maar je moet dat dan eerst allemaal gaan uitdokteren hoe dat alles juist in elkaar zit. En dan nog, het blijft allemaal heel duur. Hè? De belastingen dat we daarop moeten betalen. Allee, het is gigantisch hoeveel dat eigenlijk een werknemer kost. En ja, het zou heel tof zijn, moesten daar natuurlijk regelingen voorkomen dat allemaal veel makkelijker maken. Maar ja, voorlopig moeten we het doen met hetgeen dat we het hebben. En vandaar dat ik een freelancer handig vond voor nu mee te beginnen. Oké. Los daarvan, we kunnen het valt niet te betwisten, je bent supergoed bezig. Je wil ook meermaals in de prijzen. Je stond zelfs al op het podium van TEDx. Als ondernemer, wat doet zoiets met je ego? God, met mijn ego? Ik denk niet zoveel. Ik ben met de paplepel altijd ingegeven geweest van altijd met mijn twee voetjes op de grond te blijven. Dus dat was een fantastische ervaring, dat is zeker waar. En ik ga het altijd meenemen, echt waar, ik doe dat heel graag. Maar ja, weet je,
Ook die wedstrijden, hè, dat is altijd een andere wedstrijd die quoteert op iets helemaal anders. En het leuke is, ja, als ondernemer heb je niet vaak zo ergens feedback van zijn goed bezig of niet. En die wedstrijden helpen klanten? Nu wel. Ja, de klanten, dat wel. Maar op bepaalde dingen van businessmodel of strategie, ja, kunnen de klanten natuurlijk niet altijd zeggen hoe of wat. En daarvan is het wel handig om dan een keer te gaan toetsen bij juryleden van een wedstrijd. En ja, om dan die prijzen te winnen, wil gewoon zeggen van kijk, bevestiging, we zijn goed bezig in dat stuk van waarmee dat we bezig zijn. En elke wedstrijd is zo anders. Dus dat is voor mij elke keer een bevestiging van oké, op dat stuk zijn we goed bezig. Oké, op dat ook. Oké, goed. En zo altijd wat bijsturen. Dus ja, met mijn ego denk ik niet dat dat zoveel verschil maakt. Maar die validatie is natuurlijk wel leuk. Ja, zeker. Zijn er dan nog vlakken waar, of domeinen waar je van, waarvan je wil of nood hebt aan, aan nog wat validatie van u of jullie interne keuken? Goh, ik denk dat wij stilletjes aan gaan beginnen groeien, als in ook gaan schalen. We krijgen heel wat aanvragen uit het buitenland. En het is dan jammer dat je dat zo tegenhouden, omdat je er niet klaar voor bent. Dus ik denk feedback op dat niveau, als in te gaan schalen, hoe moet je dat aanpakken? Dat zou wel handig zijn, want dat is ook weer allemaal nieuw voor ons. Oké. Ik wens je alvast heel veel succes. En hierbij rond ik een nieuwe aflevering af van TechMag. Ik weet alvast één ding. Als ik binnenkort niet alleen figuurlijk, maar letterlijk op mijn bek ga, dan ga ik een beroep kunnen doen op de krukken van My Add-on. Als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer je dan nu op TechMag. Want er komen nog heel veel interessante afleveringen aan met tal van Belgische ondernemers, startups en scalers. Tot de volgende. Marie, een dikke merci. Graag gedaan.